Ja, moeilijke wedstrijd. Goede tegenstander, Bergen, aanvallend, heel veel goede spelers. Dus het was voor ons vandaag oppassen voor de counter. Ik vond wel dat we het overwicht hadden, we hadden de meeste kansen. Zij hebben weinig kansen gehad, maar het is constant ja, voetballen op twee gedachten. Ja, aanvallen mee allemaal, maar toch rekening houden met een aanvallende speler. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En ja, nogmaals de 1-0. We zijn verdedigend. Ja, als blok staan we zo sterk. En ik denk dat we uiteindelijk op basis van kansen wel verdiend winnen. Ik denk dat het ook penalty was. En ja, vandaag hebben enkele wisselspelers toch wel hun extraatje gebracht. Junior was aanvallend aanwezig. En ja, zo moet je de wedstrijd winnen. Ja, het was volgens mij, datgene dat ik al gezien heb hier, een van de beste tegenstrevers, denk ik, zoals je zegt, aardsgevaarlijk in de counter. Ja, dat wisten we op voorhand. Hè. Gelijk dat er al geschreven en gezegd is, we analyseren heel veel. En hun sterktepunten is hun spits en hun aanvallende middenvelders. Dus ja, op verdedigend vlak doen zij niet altijd hun job. En dat wisten we ook, daarmee dat er wel wat ruimte lag. Maar ja, ondanks dat we toch wel een paar keer de bal verloren op het middenveld, konden we er niet altijd goed uitkomen. En dan waren ze wel aardsgevaarlijk zonder echt dreigend te zijn. Ik denk dat onze keeper twee ballen heeft moeten pakken. Maar het is toch altijd hinken op die twee gedachten dat ik heb gezegd daarnet. Dus ik ben heel blij dat we toch beloond zijn voor onze wilskracht. We hebben blijven gaan, blijven proberen. En ja, als we dan die 1-0 kunnen maken, dan kunnen we ons geliefde spel spelen op de counter. En dan hebben we uiteindelijk misschien ook de open kans van Redouane Aulaou die had kunnen scoren. Maar uiteindelijk ben ik toch heel tevreden met het feit dat we toch weer 1-0 de clean sheet en weer ons doelpuntje maken. En nog twee wedstrijden voor kerst en dan of voor het nieuwe jaar. Ja, dit mag eigenlijk niet meer misgaan. Oké, het zijn 10 punten. Het is heel lang nog, weet ik ook wel. Maar dat moet toch leven in de kleedkamer, dat dit absoluut niet mag misgaan. Goh, het is heel gevaarlijk om zo vroeg al 10 punten los te staan. Hè. Iedereen spreekt nu van, ja, Sint-Truiden is de te kloppen ploeg. 10 overwinningen aan elkaar. Volgende week een heel moeilijke verplaatsing naar Serrein. Echt waar, ik heb ze zien spelen een paar keer. Het is eenzelfde wedstrijd als op Lommel en op Virton, waar we telkens toch weer 3 punten hebben gehaald. Dus we zien van wedstrijd tot wedstrijd, we gaan weer keihard trainen. Ja, natuurlijk met 10 punten voorsprong heb je alles in eigen handen. Met de spelers die we hebben, zou ik heel graag die voorsprong kunnen vasthouden. Maar ja, het zal elke week echt knokken zijn. En, hopen dat we zoveel mogelijk voorsprong kunnen houden. En, we mogen zelf niet in een diepje komen en dan wordt het gevaarlijk. Dus dat moeten we zo lang mogelijk uitstellen en aan die mooie reeks blijven voortwerken.